Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer kanalen reviewen. Ik heb uh, twee, drie weken geleden de laatste video geüpload. Jullie hebben de 45 likes aangetikt. En ik ben aardig vandaag, want 45 gedeeld door 10 is 4,5. En waaronder dat gewoon net zelf naar 5. Dus we gaan vandaag 5 kanalen reviewen. Ik heb natuurlijk weer 5 kanalen uitgekozen. Ik heb gewoon een beetje in de reacties gekeken. Een beetje mensen die ook, weet je wel, gewoon echt goed tijd erin steken. Daar kijk ik altijd echt wel naar. Ik klik niet zomaar iemand aan. Geloof me maar. Laat ook natuurlijk gewoon even jouw reactie weer hier beneden in de reacties achter. Laat dat na de video pas achter. Want ik had ook deze. Kijk, ik had vorige week dit kanaal gereviewd. En toen keek ik in de reacties van deze video. En stond hier, check mijn kanaal. Leuke video's. Van, en dit was precies de persoon die ik dus had gereviewd. En er stond zo vijf antwoorden bekijken. Dus ik heb zo. Je hebt de video niet gekeken, ik zeg zo. Hij zegt dus ja, ik doe zo zucht. Zegt hij hoezo zucht? En dan zeg ik zo, als je de video kijkt, kom je er wel achter. Ja, 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 jammer dit. Maar ja, we gaan vandaag gewoon weer verder waar we ongeveer gebleven waren, dus we gaan gewoon naar het eerste kanaal. Oh ja, en ik heb een beetje voorgenomen om het eerste kanaal wat sneller te doen, want ik merk dat ik eigenlijk altijd fucking veel tijd in het eerste kanaal steek en minder in de andere vier. Dus ik ga even er snel doorheen, dus we zijn bij het eerste kanaal, Tim Koning. Mooie banner, jammer dat hier zeg maar je uh, foto niet helemaal van je hele lichaam is, waardoor het hier zo is afgesneden. Probeer dus altijd een foto te maken van je hele lichaam en niet alleen van... Zeg maar, niet zo'n selfie waar je half op staat. Even een tip, ziet er gewoon echt net wat cleaner uit. Voor de rest is de banner wel gewoon prima. Hier in, hier Twitter. Uh, we gaan de kanaaltrailer bekijken. Kijk, okay, ik vind het wel goed. Hij doet hier steeds van die, um, van die, van die dingen en er doet er een plaatje bij. Maar nu is het scherm zwart. Kon je daar niet iets voor bedenken? Weet ik veel. Um, gewoon, je, je kanaal, gewoon een foto van je kanaal of zo. Weet je wel, gewoon ik je iets. Ik video's en ik zou zeggen, enjoy my trailer. Ja, een beetje een rare trailer. Het is niet echt zo dat het heel erg speciaal is of zo wat er in de trailer voorkomt. Maar we gaan even kijken naar zijn meest bekeken video in de afgelopen tijd. Dus we sorteren even populairs en we hebben dus een jaar geleden, een jaar geleden, geschorst van twee scholen in één maand de tering. is uh, dus gewoon van vijf maanden geleden Kijk, Zullen we dat gewoon doen? Ja. Ik kan het echt niet. Ja. Kijk, ik wil niet dordig zijn, ik, ik weet nog even niet waar de video over gaat, maar het is niet helemaal scherp of zo maar... Ik heb een telefoon omdat ik notities heb opgeschreven. Kijk, ik snap dit niet, hè. Maar, trouwens, de camera was net even scherp hier. Je hebt, hier heb je gewoon een fucking mengpaneel. Die dingen zijn echt tering duur dat weet ik gewoon. Die dingen zijn echt teringduur. Maar je hebt niet de goede camera. Waarom besteed je dan niet eerst geld in een camera? Ga je dan pas een mengpaneel halen, weet je? No offense. maar je kon ook beter je webcamcamera gebruiken dan wat je nu gebruikt. Een tijdje geleden. Ja, kijk, dit is op zich gewoon een video. Over... Kijk, ik heb gewoon niet zoveel met hem. Dus ik check gewoon even een andere video. Um, maar dit op zich, het is wel prima zo. Maar je, dit kan je niet echt beoordelen. Ik hoop dat je dat wel snapt. Check even snel gewoon zijn laatste video nog. Datum van toevoeging, nieuws. En hoppakee. Wat heb ik gedaan doms fout ooit? Je hebt zes abonnees, ga niet je haar verpesten voor niks. Hij heeft fucking 115 abonnees en jij hebt er veel minder waarschijnlijk. Maar oké. Okay. Je intro is iets te hard vergeleken met de rest. Uh, ik zet hem nu hier al zacht, anders mijn oren eraf gaan. Maar we gaan dus maar af. Maar hier moet ik hem we weer hard zetten. We niet zetten. Klopt we niet helemaal. Ik vind het een beetje een rare intro, want hij, hij zit daar op die stoel, zit hij zo. Hoe ga ik mijn haar verven? Ik ga mijn haar verven, ik ga mijn haar verven ik ga mijn haar verven. Mijn haar verven. Kijk, het, het, je hoeft het niet vijf keer te zeggen, weet je wel. Je bent ja, niet heel interessant. Sorry, maar dit, dit vind ik niet heel interessant, dus dit skip ik ook gewoon door. En ik kijk wanneer hij gewoon weer praat naar nou, hier dus. Stel die scherp. Het is zo donker. Wacht ik laat even zien. Ik weet niet of je het goed kan zien. Bro, hij heeft een ziek, ziek grote fucking popfil op zijn camera. Maar hij heeft geen normale camera, bro. Denk even na wat je koopt man. Ik heb liever een fucking goed beeld en gewoon crap geluid dan dit. Nou, ik vond het wel een goede video. Maar ik zou proberen, dus um, even kijken wat je hebt qua camera. Want het is niet, het stelt echt het is 9 van de 10 keer niet scherp. En het is gewoon niet zo heel goed. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Um, aangezien ik wel zie dat ze gewoon geld hebben voor die andere dingen. En dan niet echt een goede camera hebt, om maar zo te zeggen. Dus denk daar gewoon even over na. Voor de rest vond ik het wel een leuke video. Jammer dat je gewoon een deel versneld had met muziekje. Dat het niet echt iets was of zo. Niet heel veel ingeknipt. Maar ja, het, waren, het was ook niet gewoon een labvideo. Dus ik vond het op zich al goed. Maar denk even aan je camera. Gaan we door naar het volgende kanaal. MX Ines 5. Um, het ziet eruit als een, uh, een, een cross motor. Gewoon um, cross motor. Is dat, is dat iets? Cross, cross, gewoon dat. En ik vind het best wel een heel sikke banner. Om heel eerlijk te zijn. Het is echt gewoon een vette banner, dit. Ik vind het raar. Ze doet soms het zwart-wit en dan weer niet zwart-wit. Ik snap het niet helemaal. Het is op zich wel goed geëdit hoor. Maar de hele tijd zwart, ik heb het zwart-wit en dan weer niet. Ik snap het niet helemaal. Het is goede kwaliteit hoor. Daar ben ik echt heel eerlijk in. Best een goede video dit. Oké, okay, wel gewacht. Ik weet niet of je dit zag. Kijk, hier moet je wel mee oppassen. Ze heeft hier een beeld vertraagd. En dit, dit zie ik heel vaak. En ik heb het zelf ook gedaan. Maar um, als jij een beeld te erg vertraagt, dan ga je frames missen. Dus, uh, zoals je hier zo meteen gaat zien, dan is het beeld vertraagd, maar dan mist hij, zeg maar, wat frames. Dus, vergeet dat zie je helemaal tot het einde. Hij mist nu een paar frames, waardoor het niet echt lekker loopt of zo, weet je wel. Ik weet, kijk dit. Ik weet niet of je het helemaal snapt, maar probeer hem niet. Zeg, stel je hebt een video van 30 FPS, probeer hem niet duizend keer te vertragen, want dan is het beeld, beeld, beeld. Dat, dat heb je niet zoveel aan. Maar op zich zit het nu nog net goed, net. Dus pas daar gewoon mee op. The tyrants never right. Even though I really want to. Kijk, wat ik een beetje heb. Ik heb nu twee minuten gekeken. Alleen het is constant hetzelfde. Het is constant iemand die een wheelie, een wheelie. Nee, constant iemand die gewoon een wheelie doet. Op zijn mountainbike. Kijk, wat ik dan voorstel bij zoiets. Het is best wel leuk als je dat kan, weet je wel. Maar wat ik dan voorstel. Is om um, meer zeg maar, van dit soort video's te maken bijvoorbeeld. Maar dan probeer je snel te editen. Je wel snel ene shot, andere shot. Op snelle muziek. Want nu zit het rustige muziek. En wordt het zwart. Maar probeer dit. Je kan je best wel iets vets van maken, denk ik. ik probeer het gewoon snel, constant snel te editen. Op zeg maar muziek of gewoon snelle beelden. En niet op deze manier. Want dit ziet er wel goed uit. Maar ik zie dat je wel kan editen. Dus ik zou proberen verder te komen in dat editen. Wow, dat was best vet. <laughs> wow, dat was best vet. Die wil ik nog een keer bekijken. Kijk, zoet hier zo het salto, En dan bam. En dan. Oké, okay, ja, oké. Okay, gaat wel niet helemaal goed over. Maar dat gaat best wel vet over, om heel eerlijk te zijn. Als je dit zo ziet, zo in één keer. Dat is best wel sick. Eh, eerlijk, dat is best wel sick. Leuk bedacht. Maar kijk, dat bedoel ik. Probeer het misschien met iets snellere muziek te editen. Want je kan het wel gewoon echt. Dat, dat zie ik wel echt aan deze video. Ik vond het voor de rest wel een leuke video, hoor. Echt waar. Uh, goed geëdit. Maar ik zou dus nog even kijken of je uh, wat meer, uh, zeg maar, de snelle adrenaline kan gooien. Kijk of je dat een beetje kan gaan proberen en zeg maar uh, soms met die trampoline. Ik hoef niet zeg maar vijf keer te zien dat je over de kop gaat. Om het maar even zo te zeggen, dat, dat, dat hoef ik niet te zien om heel erg te zijn. Ik vind het één keer over de kop of twee of drie keer wel genoeg. Maar ik hoef niet 10 15 keer twee minuten lang te zien dat mensen een beetje over de kop gaan. Dan geloof ik het wel, weet je. Dus kijk een beetje wat voor dingen je daarmee wil doen. Maar dat was dus het kanaal van deze. En we gaan door naar het derde, derde kanaal uit mijn hoofd. Pinotube heeft 22 abonnees. beetje een rare banner. Misschien zichzelf op de banner zetten zou wel helpen. Uh, kijk het kanaal tevreden gewoon. Ik durf echt bijna te wedden dat dit een fucking iMovie is. Ik weet het eigenlijk wel zeker dat dit op iMovie met een uh, iPhone of iPod is gemaakt. Ik voel dit gewoon. Hey, dit is het standaard als je Minecraft opzoekt in fucking Google, want deze heb ik ook 80 keer gebruikt, maar mijn thumbnails vroeger. Kijk hier! iMovie en Pinotuber presenteren Pinotubro vroeger met iMovie. Ik zei het, ik zei het. Maar ik vind het legit gewoon een goede trailer. Ik bedoel, het is dan misschien met iMovie gemaakt in deze aftiteling, maar het is legit gewoon goed, weet je. Veel beter dan sommigen die het bijvoorbeeld niet met iMovie doen. Kijk, letterlijk deze is het. <laughs> letterlijk dit plaatje, is toch mooi? Maar we gaan gewoon weer even door. Um, ik vind het best wel dus zo'n goede kanaaltrailer. Jammer dat je jezelf niet heel erg in laat zien. Maar uh, je upload nu 11 maanden, maar je bent de laatste tijd weer half actief. Probeer, probeer gewoon actief te zijn, weet je. Dat moet ik niet zeggen. Aangezien ik nu echt in één keer weer actief ben. Maar probeer gewoon echt actief te zijn. Goeie tunnel deze trouwens, echt een goede tunnel. Zou wel korte streams, van Streams van 30, 40 minuutjes. 20, zie ik hier ook. Probeer altijd streams van een uur te doen, anders vind ik een stream niet echt nuttig. Fortnite video zonder geluid. Dat hoef ik niet te zien. Fortnite rode 100 abonnees. Drie uur lang stream. Ik ga gewoon een klein stukje kijken. Ik kijk gewoon altijd even ergens in het midden. Uh, als ik gewoon een klein stukje van deze stream hoor. Ik vind het best wel goed hoor. Webcam en dat soort dingen. Maar je fucking game geluid zat zo kanonnen hard. Ik hoor echt nauwelijks iets van jou in de jullie ook. Ik bedoel, luister even mee. Ja, is goed. Ik bedoel, luister maar, hij ja, praat dan nu misschien niet tegen de mensen Hij praat dan tegen zijn zusje of zo, weet ik veel. Maar dan nog, het is fucking hard. Ik geloof zeker dat jij dit beter kan. Want je speelt ook op PC, dus je hebt gewoon een goede PC. Dus je kan gewoon. beter. Dat geloof ik gewoon. Probeer gewoon beter met edit en zo. Ik bedoel voor deze YouTube, wil ik wilde zeggen. Ik zie wel dat je het kan. En je hebt ook gewoon een goede PC, dus ik vind dat je ook gewoon de middelen voor hebt. Maar probeer dus ook. Um, Bijvoorbeeld bij die streams wat meer toe te voegen. Ik ga tutorials kijken op YouTube. Hoe je je dingen kan verbeteren. Ik ga tutorials kijken hoe je een mooie banner kan maken op YouTube. Kijk gewoon even wat veel tutorials. En dan kan je je kanaal echt heel veel beter maken. Ik ga er dan... Bijvoorbeeld een maand tussenuit en kom dan keihard terug met gewoon echt een zieke banner En gewoon altijd goede thumbnails en gewoon mooie livestreams, goed geëditde video's, weet je wel Ben je gewoon een maand bezig met dat allemaal fixen en ga er dan vol tegenaan dat, dat geef ik jou mee als tip Dan gaan we nu door naar de volgende KNK games Nou, die zijn dus met z'n tweeën, dat zie je ook meteen aan de banner En wat je dus hier ziet, deze kerel heeft dus een goede foto En die deze kerel heeft dus een minder goede foto, want die pet wordt net afgesneden Dus die zou je eigenlijk net iets omhoog moeten doen, waardoor het wel goed uitkomt voor de rest, ik vind niet de beste banner of zo, maar ik vind het gewoon prima. Ah, nice, nice intro. Zeg natuurlijk echt een game intro. Iets te druk. Ik, ik zou dit niet gebruiken, maar voor een game Prima intro. Gaan we de laatste video kijken. Duo Knallen. 22 minuten 50. Hmm. Ja, kijk wat je nu ziet. Je hebt links en rechts een balk. Dat betekent dat je niet een 29 bij 1080 EK 16, 9. Hebt opgenomen. Kunnen we ook hier zien. Oh, je hebt wel 1080 bij opgenomen, maar die 16.9. Um, waarschijnlijk heb je een monitor die dat dan niet um, is. Maar kijk of je je monitor instellingen op iets wat uh, tot de verhouding 16.9 staat. Dus stel aan de ene kant heb je 1920, heb je aan de andere kant 1080. En um, kijk of je iets even tussen kunt vinden in je monitor settings. Zoals 1280 bij 27 of uh, 1440. Bij. Nee, 2516. Bij 40, 1440 of zo. Kijk of je een van die instellingen kan vinden. Oftewel 16.9, zodat wij in ieder geval de zwarte balken niet hebben. En ongeveer iedereen. Want bijna iedereen heeft tegenwoordig de resolutie 16.9. En niet dit. Dan dachten we, laten we Fortnite doen. Yep. Dus Kijk, ze zijn er bij elkaar. En ik hoor die ander gewoon best wel slecht. Ik denk dat het beter is dat je gewoon met elkaar aan de party zit. Dan hoort die ander denk ik gewoon beter. Want nu zit hij een beetje achter hem volgens mij in de kamer. En dan hoor ik hem slecht. Ja, kijk, ik weet je wat het is. Ik vind het goed dat hij een webcam heeft. Dat betekent ook dat hij een edit programma heeft. En dan vind ik het weer echt jammer dat hij niet edit. Ik bedoel, dit is een heel potje. Dat zie je eigenlijk aan die tijd ook wel. Misschien zijn twee potjes, misschien gaat hij snel dood. Maar um, ik vind het jammer dat hij niet de dode punten eruit knipt. Ik bedoel, ik gok het iets zelf niet even kijken. Want anders had hij ook al gehoord dat de ander niet. Goed uh, te verstaan was. Dus ik wil gewoon zeggen dat je echt even moet gaan editen. Gewoon, ik, ik weet dat je het kan, want je hebt die webcam erin geëdit, dus je moet ook wel kunnen editen. En anders, je speelt um, Fortnite op PC en hebt geen lag, terwijl je opneemt, dus je hebt gewoon een computer op, je kan editen, dus edit alsjeblieft gewoon. Weet je, ik merk gewoon aan deze dat hij gewoon, het, het moet kunnen, weet je wel. Het is niet zo dat hij een ruk PC heeft, want als je het gewoon Fortnite neemt het op, misschien niet hoge settings, maar nog. Dus dan kan je ook gewoon editen. Voor de rest vind ik het wel goed dat hij die thumbnails zo gebruikt. Hij is hier ook bijvoorbeeld even gelivestreamd. Hij zet zichzelf ook gewoon in de thumbnail en op de banners staan ze ook. Maar ik denk eens even aan het geluid. En hij had deze video ingestuurd voor het naar nou Dance in Real Life 2.0. Dus gaan we even kijken. We hebben de hele tijd niet meer geüpload. En dat kwam voornamelijk door de examens. Probeer iets dichterbij te komen. Het is heel veel ruimte die niet nodig is voor dit shot. Verdomme. Oh jezus, dat was zo onnodig. Ja, oké, okay, ik heb geen zin meer in deze video. Dan ben ik gewoon heel eerlijk en ik, ik weet niet, ik heb het niet echt zo met deze video. Ik vind hem best wel. cringe eigenlijk. Best wel cringe. Uh, zeker met ook die, die, die fucking hardcell tussendoor. En dan ook dus die dansjes gewoon bij de muur. Je bent in je eentje. Ik vind het best wel cringe. Ik zit met je vrienden en dan een beetje lachen. Dat is misschien wel grappig. Uh, nu vind ik het best wel cringe. Ja, we gaan dus nu door naar het laatste kanaal. En ik denk dat dat echt een last but not... Uh, serious but not least is. En dat is Alphen XL. Nou, je ziet het al in deze banner. Je ziet er gewoon ziek goed uit. Hij heeft ook gewoon een smaak, want hij is dus voor Messi. Dus hij heeft gewoon een smaak. 710 abonnees. En weet je wat het dan is? Ik, ik zie gewoon heel vaak mensen die vragen zich af. Sander, waarom heb ik weinig abonnees? Bla, bla, bla. En dan zie je dit kanaal. En ik denk dat dit wel een reden geeft. Als ik nu op dit kanaal kom... Vind ik het er al gewoon goed uitzien. Dan word ik op zich al wel tevreden van wat ik zie. Hier is het kort, sorry. Word je gewoon tevreden als ik het zie, weet je wel. En dan heb ik bij die andere kanalen niet altijd even erg. Want nu denk ik echt van: wow, dit, hier wil ik gewoon een video van aanklikken. Gewoon puur door het banner-thumbnail. En hier gewoon mooi. Uh, Banner-logo. Uh, en hier gewoon mooie thumbnails. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Zijn dus kanaaltrailer is ook de video die hij heeft ingezuurd, Dus gaan we kijken. Dat begon best vet, ik zeg je eerlijk. Ik Kijk, vind het jammer dat de packs niet helemaal opbouwt. Ik bedoel, hij heeft er ziek veel packs daar allemaal links staan. En die opent hij niet eerst. Ik had ze gewoon eerst al die pack links op. En dan bouw je een beetje op naar de video, weet je wel. Ja, Mama Ibra, lijkt me wel goed. Uh, nou, en hij kijkt nu hier op zijn andere scherm naar um, wat hij um, kan packen. Gooi dat plaatje gewoon in beeld, kunnen we even meekijken, weet je wel. Want je kan gewoon editen. We hebben ook gewoon die. Um, hoe heet dat? Je hebt ook gewoon je webcam hier zo mooi staan. Dus. Doe dat dan gewoon. Kijk wat ik nu zie. Hij doet al zijn packs erin. Ik zou bijvoorbeeld alleen de packs doen waar je goede spelers krijgt. Of een leuke reactie hebt of een walkout krijgt. Je hoeft niet altijd al je packs erin te doen. weet Want dan krijg je best een lange video. En al die stomme packs. En het duurt soms lang. Kijk, ik doe dat soms ook. En ik denk dan nu ook van ja dat heeft helemaal geen zin. Maar voor de rest ik vind het echt gewoon een heel goede video. En ik vind het echt gewoon een heel goed kanaal als ik er zo naar kijk. Dus ik kan zien hij ja, edit het goed. En hij heeft hier ook gewoon die video wel vier maanden geleden, maar de enige reden dat ik deze wel heb uh, beoordeeld, is omdat hij erbij had gezet dat hij uh, weer door ging knallen bij FIFA 18. En aangezien ik dit gewoon een kanaal vond, die het echt wel waard was om te bekijken, heb ik het toch gewoon gedaan, omdat het gewoon een goed kanaal is. Ik hoop dat je gewoon hebt genoten van deze video. Doei, als je even, uh, een blad hebt mogen Check eens het laatste kanaal echt even uit. Zaten uh, staat het gewoon in de beschrijving. Ik het allemaal in volgorde. Zit het laatste linkje van de kanaal in de beschrijving. Check deze gewoon even uit. Uh, uh, even uit alf Excel. en ik Dan hoop ik dat je een blauw hebt omhoog Dat je weet de regel. Aantal likes waar we laag Er 10 is. Dus, uh, ja. Tot de volgende keer, jongens. Abonneer je beneden. Druk op het belletje. Deel door deze video met je vrienden. Laat een leuk reactie achter. Laat je jouw kanaal achter. Tot de volgende keer. En zijn er zijn nog maar één dingen. Dat is later.